Point. Red. Hand ervoor, terwijl Michel wel naar zijn hoofd staat. Ik dacht dat hij bedoelde, maar ik dacht dat ik een beetje sterk greep. Ja. En dus een veilig was. Dus. Oké. Okay. Dat is wat. Ja. Are you ready? Fence! Point! Thank you.
Stop. Judges. Unfair exchange. Maar de vechters even op het woord. Wat vond jij? Ik sloeg hem niet door omdat ik op de achterhoofd had geslagen. Ik dacht dat het dominant was, dus hij stapte eruit. Yeah. Daarnaast had hij wel op mijn hand. Hij wist, dus als het eerste niet geopend wordt, is het twee punten van. Ja. Ja. Dat is mijn. Ja, ik weet niet of ik echt uitstapte. Daar keek ik aan. Dus die keek aan het uitstappen, toen sloeg hij naar je hoofd om deze ingehouden omdat hij anders achterhoofd zou raken. En vervolgens sloeg jij hem terug op zijn hoofd. Ja, dan zou ik eigenlijk een sportieve goal maken van geen change of zoiets. Precies. Ja. Meens? Ik vind het fair enough, maar ik denk dat ik dat twee punten mijn kant op zich ook wel een fair goal zou zijn geweest. Ja. En dan als je het dan volgende keer laten vastkomen. Ja, ja, maar dan staat ik waarschijnlijk moet kijken of ik moet blijven opletten na het vecht. Dus dat is dat de andere kant op mag. Dus ik vind een low score exchange een fair exchange. En een asje voor Misha. Misha? Ah, nee. Een sticker. Maar je ready? Fans! Point! Ready! Oh, sorry, verkeerd. Sorry. Voordat de hele worsteling in een Nederlandse actie begon, sloeg Jan Chris door de wering van Misha heen op zijn hoofd. Klopt dat? Heb ik niet gevoeld, maar sure. Ja? Ik heb hem gezien en gehoord. Oké. Ben jij het bij mij eens? Ik ben meer bij de worsteling dat je zwart vast zat en hier met eenhandige slag had kunnen slaan op zijn hoofd, zeg maar, terwijl Misha wel zijn arm hiervoor had. Yeah. Okay. Ja, dat snap ik. Ja. Oké, okay, maar niemand heeft dus de slag door de wind. Nee, okay. alleen de slag. Dan gaan we naar de worsteling. In principe zou je dit kunnen zien als een soort ontwapening van jouw geest. Ja. Ontwapening is twee punten. Ah, oh, wat gaat het? Oh, die twee punten. Ja, ik zat aan het kijken, maar dat is een zwaar niet legaal. Ja. Nu kunnen we discussiëren of het net wel of een ontwapening was. Maar dan wordt het dus of een ontwapening van 2 punten of dominantie van 1 punt. Ja. Ja? Okay. Dat is een beetje de ding. Eigenlijk zou ik zeggen, in dit geval, was afgelopen van Michel, ik zou hem 2 punten gegeven hebben. Jan Chris kon overal slaan en steken waar hij wou. Ja. Dus ook op zijn hoofd. Maar hij heeft het niet gedaan. Nee, maar dat is een stukje veiligheid voor de sportmanship erbij. Ja. Ja, maar hij had wel kunnen doen. Mag ik dan even inbrengen? Ja. Is dat zelfstandig, die eenhandige slag, is dat dan niet 1 punt, omdat het nog steeds eenhandig is? Klopt, maar in een worsteling telt dit soort dingen niet. Dus als je in een worsteling eenhandige acties doet, want dat is eigenlijk wat doorlopen en al die worpen en klemmen vandaan komen, ja, dan heb je dus een goede worsteling gedaan en krijg je 2 punten. Ja. Ja? Dus in dit geval zou ik willen zeggen 2 punten voor blauw. Dat is geen verschil als ik gewoon even licht had gedaan, omdat ik het gewoon kijk. Als je hier had ontstaan en zeg maar de situatie is dan volhield, had je ook een voor dat kunnen doen. En dan zou je dat niet vond, dan je veiligheid zo verwerken. Oh, alleen doe echt? Alleen maar. Ja? By the way, try! Oké. We gaan een exchange doen. What was the score? 2 punten blauw. Doe het nu? Ready? Last exchange. Fans! Hij functioneert wel.
Point! Point! Ik vond het eerder persoonlijk, ik vond het meer Misha eerst raakte en dan Jan Kus daarna sloeg. Dus vandaar tot het. Ja, oké. Ja. Oké. Oké, en nog match. Final score: 3 to blue, 4 to red. Winner: 4 points to 3.